Hallo, ik ga laten zien hoe je bij je Google Mail komt. Je kunt het vanaf een Chromebook doen of een willekeurige andere computer. En dan bij voorkeur in de Google Chrome browser. Andere browser kan ook, zoals bijvoorbeeld Safari of Firefox. Om naar je Google Mail te gaan. Hier rechtsboven heb je de inloggen knop. Ik druk op de inloggen knop. En ik kies voor mijn schoolaccount. Als je daar nog niet eerder mee hebt ingelogd, dan moet je eerst je mailadres ingeven. Dat is voorletter.achternaam@ashramcollege.nl en het wachtwoord wat je hebt gekregen. Ik klik op sign in. En ik ben nu ingelogd bij Google. Dat kun je hier zien aan mijn fotootje. En deze vierkantjes, de 9 vierkantjes, die zijn belangrijk. Als je daarop klikt, komen allerlei verschillende apps of applicaties tevoorschijn. Applicaties waar je gebruik van kunt maken binnen ons domein op het Ashram College. Ik ga het nu over deze hebben, op mail. Ik klik op mail en dan kun je zien dat hier in de adresbalk gaat hij naar mail.google.com. Hij is aan het laden. En ik heb deze interface, om het zo maar te zeggen. Ik kan een berichtje aanklikken en ik zie hier rechts zie ik een preview, zoals we dat ook gewend zijn bij Outlook. Dat kun je doen, dat is niet de standaard instelling, dat kun je doen door hier op het tandwieltje te klikken rechtsboven bij instellingen. Ik klik op instellingen, vervolgens kun ik naar instellingen en dan gaat dit tabblad over. Dan kan ik kiezen voor Labs, die staat hier, Labs. Daarna ga ik kijken en ik het is al de bovenste. Het is voorbeeldvenster. Ik zeg inschakelen. Die staat standaard op uitschakelen. En dan kun je, als je hem dus inschakelt, dan gaat hij hem eventjes omzetten. En dan krijg je dus deze interface. Hier heb ik mijn mail en ik heb een aantal kleurtjes en labeltjes gemaakt. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Hier kan je de labels aangeven en hier kan je zelfs ook de mapjes die je hebt aangemaakt waar de betreffende mailtjes met de labels ingaan, die kunnen daar automatisch naartoe. Ik heb al een aantal labels aangemaakt zoals je ziet en een aantal mapjes. Ik zal eventjes een nieuwe aanmaken en de nieuwe die maak ik aan en die heet rapportvergadering. Ik ga dit mailtje over de voorbereiding van de rapportvergadering, die ga ik een label geven. Ik ga een nieuwe maken en dat nieuwe label dat heet rapport. Rapportvergaderingen. En die wil ik gewoon als een nieuwe hebben. Ik zeg maken, dat wordt niet een sub labeltje. Je kunt nu hier zien dat rapportvergaderingen een nieuw mapje is, een label. En ik kan dit mailtje, heb ik geselecteerd, die over een voorbereiding gaat en die kan ik vervolgens verplaatsen naar rapportvergaderingen. Hij is nu weg uit mijn inbox en hij zit in mijn mapje rapportvergaderingen. Dat kun je natuurlijk met al je mailtjes doen. Je kunt er meerdere tegelijkertijd selecteren om vervolgens een labeltje aan te plakken. Je kunt hem dan in je inbox laten staan, maar je kunt hem ook verplaatsen naar dat bewuste mapje. Ik kan ook een aantal mailtjes selecteren. Ik heb er nu 3 geselecteerd en die kan ik allemaal labelen als iets als ik dat belangrijk vind. Of die kan ik allemaal verplaatsen naar iets als ik dat belangrijk vind. Of ik ga een nieuw label aanmaken. Ik zet ze even uit en ik zal even laten zien dat ik hier op rapportvergaderingen klik. Dan heb ik dat mailtje wat ik heb, dat staat hier als mail in dat mapje van rapportvergaderingen. Tot zover. Succes ermee.